Hey, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over de houding. Deze oefening die ik ga uitleggen, helpt daar heel goed bij. Je moet hem 3 keer per week uitvoeren en je gaat ook vaak 3 series van ongeveer 40 tot 60 tellen doen. Ik heb hier dumbbells liggen. Je kan ook andere dingen gebruiken zoals zware melktappen of een liter fles water. Zo. Je gaat tegen de muur aan staan met je hakken, billen, bovenrug en je hoofd er tegenaan. En ik heb de dumbbells goed tegen de muur aan en mijn handpalmen open. Mijn duimen wijzen eigenlijk naar buiten toe. En dit hou je gewoon 40 tot 60 tot tellen vol. Uiteindelijk word je moe in je grip, dus je onderarmen worden moe. En je nekspieren gaan heel erg werken. En ik liep vroeger heel erg veel zo. Mijn schouders stonden naar voren, mijn hoofd ging naar voren. En door deze oefening is hij veel beter geworden. Ik loop veel rechterop. Een goede houding is sowieso belangrijk voor 1. Zelfverzekerdheid. 2. Je ziet er mooier uit. 3. Je gaat je oefeningen beter daardoor uitvoeren. En 4. Je wordt er dus daardoor sterker door. Als je een betere houding hebt, voel je beter die oefening uit. Dus gebruik deze oefening. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.